Ik weet het, Man United kan zich al plaatsen vanavond. En ze zullen dat inderdaad niet laten liggen als ze daar de kans toe krijgen. Stojka komt niet echt makkelijk in de wedstrijd. Moeilijk bij de bal. Doorspelen, zegt de grensrechter. Radzinski moet scoren! Hij scoort, ja! 1-0! Bij Man United boos, iedereen. 1-0! Ja, hij maakt het af, hij moest het afmaken. Even twijfelen, maar dan binnen. Colum, geen buitenspel. Hij moet trappen. Oh. Ja, hij kon niet anders, hij kon hem niet terugleggen, want er was niemand gevolgd. Radzinski, geen buitenspel, nee, maar te veel naar buiten. Hij moet snijden. En trappen! Radzinski, die snijdt vandaag als een mes. Door de poten van Manchester United. Radzinski! Ja! 2-0! En hoe heeft hij die bal binnen? Dat schitterend! 2-0! Daar komen ze, York. Cole op passé. Dwight York speelt Cole goed aan en dan geeft hij penalty. Ja, dat is niet goed. Slecht moment ook. Dit is Irwin en die glijdt weg, maar die trapt die bal toch binnen. Hij heeft veel geluk hoor, Dennis Irwin. En de wilde pech. 2-1. Het is gedaan. Ja, Vraski fluit. Arm in de lucht. Finito. Terminato. Emre Antunes wint. Jackie Munaro. Dit zijn schitterende beelden. Anderlecht wint. En als we die eerste helft bekijken, ruim verdiend tegen Manchester United.